Als iets één keer gebeurt, is dat een incident. Als het in korte tijd twee keer plaatsvindt, is dat heel toevallig. Als het drie keer gebeurt, is er sprake van een patroon. En als een vierde geval vrijwel identiek is, dan is dat ronduit verdacht. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en vanavond het mysterie probeert te ontrafelen van de vier stoffelijke overschotten die in een half jaar tijd in een ondiep slootje werden gevonden en waarbij de Haagse psychiatrische instelling Parnassia alle slachtoffers met elkaar verbindt. De eerste dode werd nog afgedaan als zelfmoord of een ongeluk. Maar toen er een tweede en derde slachtoffer te betreuren waren en later zelfs nog een vierde, allemaal in een ondiepe sloot, hoefde je geen Sherlock Holmes te zijn om niet meer uit te gaan van toeval, maar van moord. Maar waarom dan? En met welk motief? Is er sprake van een seriemoordenaar of staan de gevallen los van elkaar? En gaat het in alle vier de zaken wel om moord? Of bestaat noodlottig toeval wel degelijk? In samenspraak met Recherche Haaglanden proberen we vanavond licht te brengen in een raadselachtige keten van gebeurtenissen die knaagt aan het gemoed van alle betrokkenen. Een zaak met bizarre, soms ronduit verbijsterende gebeurtenissen die in een boek van Dan Brown niet zouden misstaan. Kijkt u naar het Parnassia-mysterie en help ons de zaak op te lossen. Dag in, dag uit verzorgt begrafenisondernemer Erik Verhagen de doden. Maar dit sterfgeval is anders. De vrouw die hij vandaag opbaart is zijn eigen moeder. Tineke Verhagen, moeder van drie zoons, verdwijnt op 2 november 2007 ogenschijnlijk van de aardbodem na een bezoek aan psychiatrische instelling Parnassia in Den Haag. Drie dagen later wordt haar stoffelijk overschot gevonden in een sloot. Zelfmoord, concludeert de schouwarts. Een grote klap voor de broers die kort geleden ook al een vader verloren. Moeder Tineke woont voor ze sterft in Delft samen met haar 38-jarige zoon Marco, de jongere broer van begrafenisondernemer Erik. Zelf leidt ze aan Alzheimer. En Marco heeft paranoïde schizofrenie. Daarbij is hij ook nog eens verslaafd. Moeder en zoon willen graag samen blijven, maar eigenlijk is dat niet meer te doen. En de thuiszorg wil Tineke dan ook laten opnemen. Haar dementie is al in een gevorderd stadium. Met de geestestoestand van de zwakbegaafde Marco is het al niet veel beter gesteld. Hij slikt zelfs de medicatie van zijn moeder als hij daar de hand op weet te leggen. Kort geleden is hij nog gedwongen opgenomen nadat hij verward van straat is geplukt. Dit is wat er gebeurt die 2 november 2007. De dag dat Tineke verdwijnt. Marco, die zijn moeder altijd mee op sleeptouw neemt, gaat die dag naar psychiatrische inrichting Parnassia in Den Haag. Hij is er al jaren in behandeling. Vandaag heeft hij een afspraak met zijn vaste begeleider. Moeder en zoon komen die middag inderdaad samen aan op het terrein van de instelling. Kort daarna is Tineke ineens verdwenen. Drie dagen later vinden joggers haar ontzielde lichaam in ondiep water op zo'n 3 kilometer van het Parnassia-terrein. Het drijft bij een bruggetje in recreatiegebied De Puinduinen, in dit slootje, vlakbij dit grote kunstwerk dat in de volksmond bekend staat als De Puinbal. Wat er precies is gebeurd, wordt niet duidelijk. Marco, die dus leidt aan paranoïde schizofrenie, weet alleen nog dat hij zijn moeder kwijt is geraakt op het Parnassia-terrein en geeft alleen maar informatie waar de recherche geen touw aan vast kan knopen.
En hoewel er geen afscheidsbriefje is achtergelaten, Tineke Verhagen nooit signalen heeft gegeven dat zij levensmoe was en er geen aanwijsbaar motief lijkt te zijn, concludeert de schouwarts toch dat Tineke Verhagen zelfmoord heeft gepleegd door zich te verdrinken in deze ondiepe sloot. Alles bij elkaar ziet de politie geen reden om de zaak grondig te onderzoeken. Zelfmoord. Dossier gesloten. Het is een conclusie die op dat moment nog geen vraagtekens oproept. Donderdag 6 december 2007, een maand later. Op het terrein van de psychiatrische inrichting is de beveiliging op zoek naar twee mensen die om 5:30 bij de crisisdienst moesten zijn. Het gaat om Maya de Vries en haar 32-jarige zoon Mark, die acute psychische problemen heeft. De crisisdienst heeft al diverse keren tevergeefs naar hun mobieltjes gebeld. En als om 5:45 de handtas van Maya wordt afgegeven, die door een passant is gevonden op het terrein, wordt ook de beveiliging gewaarschuwd. Echt verontrust is de inrichting nog niet, want het duurt nog een uur voordat de mannen daadwerkelijk aan hun zoektocht beginnen. Ineens klinkt er een harde gil. Het is dan 7:30. Op het terrein wordt wel vaker geschreeuwd door boze patiënten, maar dit klinkt anders als iemand die in nood is. En dat is natuurlijk wel verontrustend, wetende dat er twee mensen zoek zijn. Maar in plaats van alarm te slaan, gaan de beveiligers eerst nog koffie drinken. Als ze een poosje later weer de regen ingaan, zien ze iets liggen in een ondiepe sloot. Het is het lichaam van Maya. De mannen halen haar hier niet uit het water, omdat dit volgens het officiële protocol niet mag. En dat is natuurlijk best vreemd. Want als je niet weet hoe lang iemand in een sloot ligt en ook niet met 100% zekerheid hebt kunnen vaststellen dat het slachtoffer verdronken is of dood is, is er een kans dat je toch nog een leven kunt redden. En neem je actie, zou je zeggen. Maar in plaats daarvan wachten de beveiligers dus op de brandweer, die een kwartiertje later arriveert en dan weer wel een poging doet om Maya te reanimeren. Maar dat haalt dan natuurlijk niks meer uit. De recherche begint diezelfde avond een sporenonderzoek, dat vrijwel meteen een lugubere vondst oplevert. Vlak bij de sloot ligt een flinke reep hoofdhuid met haar van 8 bij 1 centimeter. Het lijkt erop dat hier iemand min of meer is gescalpeerd. Maar niet Maya. Haar lichaam vertoont geen sporen van geweld. Er moet dus nog een slachtoffer zijn. Mark wellicht, zo vraagt de recherche zich af. Is hij gevlucht nadat hij zijn moeder iets heeft aangedaan? Gezien zijn psychische gesteldheid houdt men hier ernstig rekening mee. Terwijl het onderzoek op het terrein van de inrichting in volle gang is, valt de recherche elders in Den Haag Marks woning binnen. Maar dat levert niets op. Mark is spoorloos. De plaats delict is geen alledaagse plek. Het uitgestrekte terrein is een dorp op zich. Er staan 19 gebouwen aan elkaar verbonden door een paar sloten, veel groen en een weerwar van smalle straten en paadjes. Vaak verscholen achter hoge bossages. Een onoverzichtelijke situatie dus, waar de politie de weg niet kent. Ook is het donker en lopen er allerlei psychiatrische patiënten rond, vaak zware gevallen die ook drugsverslaafd zijn. Geen wonder dat de politie zich hier een beetje onheimisch voelt. Dat dit een bijzondere setting is, blijkt ook als twee agenten die avond de wacht houden, onverwachts bezoek krijgen dat hen de stuipen op het lijf jaagt. Ongevraagd vertelt de man dat hij in het verleden wel eens slechte dingen heeft gedaan, maar dat het nu weer goed met hem gaat. Het is een warrig verhaal.
Even plots, als hij was opgedoken, verdwijnt de man weer in de nacht. De agenten die zich rot zijn geschrokken hebben de indruk dat het een patiënt van Parnassia was. Een uur na het bizarre voorval, zo rond middernacht, ziet een collega ineens iets in het water. Per toeval in het schijnsel van zijn zaklamp. Het is het lichaam van Mark. Hij drijft op 43 meter van de plek waar enkele uren eerder Maya al was gevonden. In exact dezelfde sloot dus. Omdat de politie op zoek was naar een levende Mark, is kennelijk niemand op het idee gekomen om de gehele sloot af te zoeken. Moeder en zoon zijn allebei dood. Het is de dramatische afloop van een bezoek aan de psychiatrische instelling en een shock voor familie en vrienden die in één klap twee geliefden moeten missen. En het is ook een opmerkelijk en bizar optelsommetje. Het bezoek van Tineke Verhagen en haar zoon Marco aan Parnassia loopt fataal af voor moeder Tineke. En het bezoek van Maya de Vries en haar zoon Mark eindigt nog geen maand later in de curieuze dood van hen beiden. En ze zijn alle drie gevonden in een ondiepe sloot. Toeval of niet? De dood van moeder en zoon de Vries wordt onderzocht door het fruitteam. Vernoemd naar de straten van Parnassia die allemaal de naam dragen van een vrucht. Er zitten niet veel rechercheurs op de zaak. Men gaat uit van een scenario waarbij alleen beide slachtoffers zijn betrokken. Met andere woorden, Mark heeft zijn moeder wellicht iets aangedaan en daarna op de een of andere manier de hand aan zichzelf geslagen. De verwachting is dan ook dat de zaak snel wordt opgelost. Maar als de sectieresultaten bekend worden, moet de politie concluderen dat hier toch iets heel anders aan de hand is. De lichamen van Maya en Mark worden onderzocht op het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut in Rijswijk. Maya heeft op haar voorhoofd kleine huidkneuzingen. Op haar knieën zitten wat schaafwondjes en op haar linkerbovenbeen kleine bloeduitstortingen. De letsels zijn het gevolg van botsend geweld, zoals dat bij stoten of vallen kan optreden. Zo meldt het sectierapport. Maar het zijn slechts vage plekjes en van ernstig letsel is geen sprake. En dat is curieus. Maya kon goed zwemmen en is verdronken in een ondiepe sloot. Dat moet dan wel opzet zijn geweest, zou je denken. Zelfmoord is niet logisch. Maya was die dag immers op weg naar een afspraak bij de crisisdienst met haar zoon. Maar als er opzet in het spel is, dan zou je sporen van verzet verwachten. Maar die zijn er niet. Anders wordt het als de patholoog-anatoom zich over het stoffelijk overschot van Mark buigt. Hij is ernstig toegetakeld. Op zijn hoofd zit een gapende wond. Daarin ontbreekt een stuk huid gelijk aan het gescalpeerde lapje dat op de plaats delict was gevonden. Aan zijn handen zitten diverse wondjes. En op zijn benen een aantal bloeduitstortingen. Ook heeft hij een gebroken borstbeen en een gebroken rugwervel. Toch is Mark niet aan deze letsels overleden. De doodsoorzaak is, net als bij zijn moeder, verdrinking. Over de mogelijke oorzaak van het letsel zegt de patholoog: een val of sprong van grote hoogte waarbij het hoofd of hals ergens tegenaan zijn geslagen kan een verklaring vormen voor het oplopen van de gevonden letsels. Maar ook kan door een ander de overledene met een zwaar voorwerp zoals een grintegel of een kei op het hoofd zijn geslagen. En dat plaatst de zaak in een heel ander daglicht. De recherche ging uit van een familiedrama met twee betrokkenen. Maar uit de bevindingen van de patholoog blijkt dat Mark mogelijk door een ander is verwond. Doodslag of moord dus. Mark de Vries staat bekend als een getalenteerde en intelligente jongeman. Hij studeerde biologie en economie en werkte voor zijn dood bij de ING in zijn woonplaats Den Haag. Ook volgde hij een studie tot registeraccountant.
Ook in de liefde is er geluk. Mark heeft al een jaar een relatie met Helen en er zijn plannen om te gaan samenwonen. En hoe ging het de laatste dagen voor zijn dood met hem? Was hij toen anders dan anders? Nee, hij was niet anders dan anders, maar hij had het wel heel erg druk. Dus hij had echt diverse deadlines tegelijk lopen. Een aantal deadlines op zijn werk. Ook voor zijn studie kwamen er een aantal tentamens aan. Een paar papers moesten ingeleverd worden. En hij was bezig met generale repetities voor muziektheater, waar hij bij zat, voor voorstellingen die in december zouden plaatsvinden. Dus er kwamen wel heel veel dingen tegelijk op hem af op dat moment. Op 5 december, een dag voor zijn dood, bezoekt Mark de huisarts. Hij voelt zich somber en angstig en heeft concentratieproblemen. Zelf denkt hij aan een burn-out. De volgende middag komt Mark weer op het spreekuur, maar nu met zijn moeder. Het lijkt erop dat Mark geplaagd wordt door waanvoorstellingen. De afgelopen nacht heeft hij tegen zijn vriendin Helen gezegd dat hij denkt dat zij hun telefoongesprek aan het opnemen is. Ook heeft hij haar warrige sms'jes gestuurd. En 's ochtends heeft hij tegen zijn moeder geroepen dat de politie hem komt halen. Het heeft er alle schijn van dat Mark in een psychose is beland. De crisis van Mark gaat Maya aan het hart. Haar enige kind is geboren uit een kort en ongelukkig huwelijk. Moeder en zoon hebben het altijd samen moeten rooien en zijn erg close. De huisarts vertrouwt het niet en verwijst Mark direct door naar de crisisdienst van Parnassia voor beoordeling door een psychiater. De huisarts heeft toen ook gewoon samen weggestuurd. Als zij dacht dat er op dat moment echt iets met Mark aan de hand was, dat hij agressief zou zijn of wat dan ook, verwacht ik niet dat zij hem samen met zijn moeder op pad zou hebben gestuurd. Daarnaast heb ik hem dus ook echt nog gesproken toen hij met zijn moeder in de auto zat. En hij was gewoon absoluut rustig op dat moment. En als Mark nou in werkelijkheid niet zozeer een burn-out had, wat jij denkt, maar een psychose had. Verandert dat dan nog iets aan de zaak? Of zeg je nee, het blijft hetzelfde? Nee, het blijft hetzelfde, want het zit gewoon niet in Mark's karakter. Dus en ik geloof gewoon niet dat een psychose dan op de een of andere manier bij hem een agressie naar boven zou werken. Naar aanleiding van alle bevindingen en met name de sectieresultaten gelooft inmiddels ook de recherche dat niet meer. En dan is er maar één conclusie mogelijk. Er moet sprake zijn van een onbekende dader. Op basis van die verontrustende vaststelling wordt het rechercheteam in allerijl uitgebreid. Het rechercheteam dat de zaak Mark en Maya de Vries onderzoekt zetelt hier op bureau Loosduinen in Den Haag. De dood van Tineke Verhagen, die een maand eerder na een bezoek aan Parnassia in een slootje verdronk, wordt dus niet onderzocht. Dat verhaal is al afgedaan als een zelfmoord en dit team kent de zaak niet eens. Een van de eerste vragen waar de recherche zich met betrekking tot Mark en Maya over buigt is: komt de dader uit de eigen kennissen- of familiekring? Een duik in de achtergronden van de slachtoffers levert geen ontdekkingen op die dat aannemelijk maken. Mark begaf zich niet in vreemde kringen en had ook geen verdachte contacten. En ook aan het leven van de 60-jarige Maya, die werkt als tolk en docent Russisch, zitten geen duistere kanten. De recherche gelooft dus niet dat Mark en Maya om het leven zijn gebracht door iemand met wie zij een persoonlijke band of connectie hadden. En dat zou ook niet logisch zijn. Want de twee hadden die avond immers een onverwachte afspraak op het terrein van Parnassia, waarvan bijna niemand op de hoogte was. Nee, het ligt volgens de recherche veel meer voor de hand dat de onbekende dader uit een heel andere hoek komt. En dat het gaat om een ongeplande, toevallige ontmoeting. Met fatale afloop. Het terrein van de psychiatrische inrichting Parnassia is 15 hectare groot. In diverse paviljoens worden patiënten met zeer uiteenlopende psychiatrische aandoeningen en ziektes behandeld.
Er is opvang voor demente bejaarden. Er zijn gesloten en open psychiatrische afdelingen. En op het terrein worden medicijnen verstrekt en heroïne onder medisch toezicht. De crisisdienst is voor mensen met acute problemen. Dat is ook de plek waar Mark en Maya een afspraak hadden op 6 december 2007. Op het terrein zijn ook een crash en een kinderboerderij. Niet bepaald faciliteiten die je hier verwacht. Op steenworp afstand van de crash zat het dagactiviteitencentrum van Parnassia. De inmiddels lege keet staat op de nominatie om gesloopt te worden. Tot voor kort deed die dienst als ontmoetingsplek voor patiënten. In het rechercheonderzoek speelt dit activiteitencentrum een cruciale rol. Vlak bij het gebouw zijn niet alleen de lichamen gevonden, maar ook de gescalpeerde hoofdhuid van Mark. Maar dat is niet de enige ontdekking waar de technische recherche op is gestuit. Door het noodweer zijn weliswaar de nodige sporen verloren gegaan, maar men vindt nog genoeg aanwijzingen dat zich hier een gruwelijk voorval moet hebben afgespeeld. Zo wordt op tal van plekken het bloed van Mark gevonden. Onder andere op de buitenkant van een berghok. Voor een aanhangwagen ligt een grote plas van zijn bloed. En zijn bloedspatten zitten ook op een van de wielen. Op een plastic tuintafel staat een voetafdruk die goed van Mark kan zijn. Op twee stukken hout met spijkers zit ook bloed, maar of dat van Mark is, is niet te zeggen. Het spoor is te slecht om er een DNA-profiel uit te halen. Hoog boven de tafel, op het raamkozijn, wordt ook bloed van Mark veiliggesteld, met erin een gedeelte van een vingerafdruk. De haar die erin zit, past in het haarpalet van Mark. Op het dak zitten geen sporen van Mark, maar dat zegt niets, want het wordt pas 4 dagen na de vondst van de lichamen onderzocht. Vanwege de hevige regenval zou het kunnen dat eventuele stille getuigen van Marks aanwezigheid daar toen al lang waren weggeregend. Maar wat zegt dit sporenbeeld nou eigenlijk allemaal precies? Die vraag bezorgt de recherche Haaglanden heel wat kopzorgen. Nou, het heeft er alle schijn van dat Mark hier op deze plek heeft geprobeerd om op het dak te klimmen. Waarschijnlijk met behulp van deze tafel die daar die avond toevallig stond. Voetafdrukken zijn er nog vaag op te zien. En ook vinger- en handafdrukken, gestempeld in bloed, bevestigen dat beeld. Maar de vraag is, waarom in hemelsnaam? Was hij op de vlucht voor iets of iemand? Zijn moordenaar misschien? Maar als dat zo is, dan was het toch veel eenvoudiger om gewoon weg te rennen. Op het dak klimmen, wat op deze locatie toch niet echt een peulenschilletje is, lijkt nou niet de meest voor de hand liggende manier om aan een belager te ontkomen. Zeker niet op een terrein waar tal van andere vluchtwegen zijn. Want kijk, dit is het gebouw waar het allemaal gebeurde. En eigenlijk kon hij alle windstreken op via wegen en bospaadjes, fietspaden, ontkomen. Of was dat op het dak klimmen niet meer dan een halfbakken poging? Want de mosrand bovenop de dakgoot, ter hoogte van de tafel, die is nog helemaal intact. En dat wijst er weer op dat Mark het dak misschien helemaal niet bereikt heeft. En daarmee rijst weer de vraag of er wellicht toch iets heel anders aan de hand is geweest. Was Mark misschien toch meer psychotisch dan iedereen dacht? En was hij soms op de vlucht voor een waanidee dat zich alleen in zijn hoofd afspeelde? En verklaart dat ook waarom op de plaats delict alleen zijn sporen zijn aangetroffen en geen sporen die wijzen in de richting van een onbekende dader? Maar hoe komt hij dan aan zijn verwondingen? En dan heb ik het met name over die zware hoofdwond, waarbij zelfs een flinke reep hoofdhuid letterlijk is afgescheurd. Maar bijvoorbeeld ook een gebroken borstbeen en een gebroken rugwervel. En dan praat ik nog maar niet over de talloze blauwe plekken, bloeduitstortingen en schaafwonden. De patholoog-anatoom concludeert dat ze heel goed door een ander kunnen zijn toegebracht. Het kan natuurlijk dat de onbekende dader maar heel sumiere sporen heeft achtergelaten die voor het grootste gedeelte ook nog eens zijn weggespoeld door de heftige regenval die avond. En tot slot, hoe zit het met die ijzingwekkende gil die rond 7:30 op het terrein is gehoord en die de recherche
maar niet kan plaatsen. Nu niet duidelijk is wie het letsel van Mark veroorzaakt heeft, probeert de recherche te achterhalen waardoor het is veroorzaakt. Maar dat valt niet mee. Er worden minuscule metaaldeeltjes gevonden in zijn schedel en in de reep hoofdhuid, die veel voorkomen in beton, maar ook in kloostermoppen en basaltkeitjes. Microscopisch onderzoek wijst uit dat de wond in ieder geval niet is veroorzaakt door klappen van de houten planken die op de tuintafel lagen. En ook niet doordat Mark met zijn hoofd op de stenen rondom het dagactiviteitencentrum is gevallen. Maar waardoor dan wel? De recherche komt er niet uit. Op de plaats delict wordt niks aangetroffen dat Marks letsel zou kunnen verklaren. Is het een aanwijzing dat er een derde bij zijn dood betrokken is geweest die het slag- of stootwapen heeft meegenomen? Opvallend is ook dat de telefoon van Maya, een Nokia, spoorloos is, terwijl vaststaat dat ze die bij zich had toen ze op weg was naar Parnassia. De recherche zet alles op alles om het toestel terug te vinden en harkt daarvoor zelfs de hele sloot leeg. Tevergeefs is ook dit een aanwijzing dat er een derde persoon in het spel is die, behalve het moordwapen, ook het mobieltje heeft meegenomen. Er staan dus nogal wat essentiële vragen open. Als de recherche vervolgens de laatste gangen van Mark en Maya in kaart brengt, lijkt ze meer geluk te hebben. Het is iets voor 5:30, het tijdstip waarop Mark en Maya bij de crisisdienst moeten zijn. De vrouw die een nerveuze indruk maakt, wil de weg naar de spoedopname weten. De recherche gaat ervan uit dat dit Mark en Maya waren, omdat zij de enige waren die daar die avond rond dat tijdstip een afspraak hadden. Maar ook omdat vlakbij het gebouw Maya's auto wordt aangetroffen, waarvan de portieren opvallend genoeg niet zijn afgesloten. En iets verderop was haar tas gevonden, vlak bij de sloot waar later ook de lichamen worden gevonden. Wat zegt dit? Het lijkt niet logisch dat Maya haar tas eerst in de regen op straat zet om daarna de weg te gaan vragen. Kennelijk is er dus iets gebeurd waardoor Maya haar tas is verloren of heeft achtergelaten nadat ze heeft aangeklopt bij het Parnassia-paviljoen. De recherche stuit op nog een bevinding die erop kan wijzen dat Maya vlak nadat ze de weg heeft gevraagd iets is overkomen. Het horloge dat ze droeg toen haar lichaam werd gevonden staat namelijk stil op 5:30. Is dit het tijdstip waarop ze te water is geraakt en is overleden? Technisch gezien kan de recherche die conclusie niet met 100% zekerheid trekken, maar logisch lijkt het wel. Het is voor de recherche uiteraard belangrijk om te weten hoe Mark en zijn moeder Maya zich gedroegen toen ze oog in oog stonden met de getuigen aan wie ze de weg hebben gevraagd, een verpleegster en een patiënt. Hoe was hun gemoedstoestand op dat moment? Kan daar iets uit worden opgemaakt? En hebben de getuigen misschien iets opgevangen, gezien of gemerkt dat mogelijk een voorbode kan zijn geweest voor het noodlot dat Mark en Maya die avond trof? Twee mensen die hetzelfde meemaken, maar het zich anders herinneren. Het komt vaker voor in moordonderzoeken. Zo ook nu. Volgens de verpleegster trekt de man ineens een sprint nadat hem de weg is gewezen en rent de vrouw direct achter hem aan. Wil de Mark zich aan een op handen zijnde opname onttrekken en heeft Maya hem tot zinnen willen brengen met alle gevolgen van dien? Hoe het ook zij, het relaas van de verpleegster staat haaks op dat van de patiënt, die zegt dat de twee juist rustig bij het gebouw wegliepen. Is dit een indicatie dat er nog helemaal niets aan de hand was en dat moeder en zoon pas later in de problemen zijn gekomen? Wie heeft er gelijk? Het ligt voor de hand om de verklaring van de patiënt als minder geloofwaardig aan de kant te schuiven. Maar dat is te kort door de bocht. Want hij komt met een goede omschrijving van Mark en Maya en hij pikt ze er direct uit tijdens een fotoconfrontatie.
Met zijn waarnemingsvermogen lijkt dus niets mis. De verpleegster zit er echter naast. Zij omschrijft Mark als een blonde man met krullen, terwijl hij donker haar met een slag heeft. Daarbij herkent ze hem niet als degene die aanklopte. Over Maya twijfelt ze. En de vraag is nu natuurlijk: aan wiens herinnering kan de meeste waarde worden toegekend? Het is de zoveelste breinbreker voor het rechercheteam. En als tijdens het passantenonderzoek nog twee getuigen opduiken met opmerkelijke verhalen over die fatale avond, wordt de zaak nog ingewikkelder. Rond 5:30, vlak voordat de verdwijning van Mark en Maya wordt opgemerkt, fietst een moeder over het terrein op weg naar de crèche om haar kind op te halen. Voor de sloot, waar later de lichamen van Mark en Maya worden gevonden, ziet ze een man staan. Hij is tussen de 30 en 40 jaar oud en staat te rommelen met grote voorwerpen die hij richting de sloot beweegt, zo verklaart de vrouw. Wat het precies is, kan ze niet zien, maar twee van de dingen hebben iets weg van een dikke boomstam en een plastic tas. De vrouw wordt uitgebreid gehoord, zelfs onder hypnose, maar duidelijker dan dit wordt het niet. Wie was de man bij de sloot? En wat verplaatste hij? De recherche krijgt er geen vinger achter. En ook in de sloot wordt niets gevonden dat aanhaakt bij dit verhaal. Is het voorwerp dat de vrouw heeft gezien misschien het lichaam van Maya geweest? Er is nog een passant die iets heeft gezien en zijn relaas is nog veel vreemder. Het is ongeveer 5:45, 10 minuten later. De fietser is een medewerker van Parnassia. In dezelfde sloot ziet hij een blanke man van tussen de 30 en 50 jaar met kleren aan in het water waden en zwembewegingen maken. Nou, niet bepaald een alledaags tafereel en op zijn minst verontrustend. Dit is immers het terrein van een inrichting. De man kan een psychische nood zijn. Daarbij is het guur weer en is het water ijskoud rond deze tijd van het jaar. Maar de man lijkt niet in paniek en zegt niets, dus vervolgt de medewerker merkwaardig genoeg zijn weg zonder iets te doen. Als hij nogmaals achterom kijkt, ziet hij nog wel net dat de man de overkant van de sloot heeft bereikt. Was het Mark en was dit een uiting van paranoïde gedrag of was het de onbekende dader? De politie heeft deze medewerker echter nooit geconfronteerd met een foto van Mark. Dat had een tactische achtergrond, stelt men. De recherche hoopte de getuige uiteindelijk met een foto van een verdachte te kunnen confronteren en wilde hem niet vooraf beïnvloeden door hem een foto van Mark te tonen. Achteraf toch een gemiste kans, zo lijkt het. En wat betekent het eigenlijk dat de twee fietsers een man zien en geen vrouw? Dat Maya toen al dood was? Het is het zoveelste mysterie dat niet kan worden ingelost. De twee getuigenissen spelen zich allebei af bij het dagactiviteitencentrum en de sloot. De latere plaats delict dus. Het lijkt bijna onmogelijk dat de incidenten niet in verband staan met de dood van Mark en Maya. Het rechercheteam wil daarom precies weten welke patiënten het gebouw, dat om 5:00 sluit, hebben bezocht. Maar ook wat hun achtergronden zijn en wat ze hebben gezien. In potentie kunnen het waardevolle getuigen zijn. Of daders natuurlijk. Het aan de tand voelen van het personeel van de inrichting levert niets op. Maar als de recherche zich richt op de patiënten, stuiten ze op tegenwerking. De Parnassia-directie weigert zelfs de meest summiere gegevens over de patiënten te verstrekken. Bijvoorbeeld over de tijdstippen dat ze afdelingen hebben bezocht en weer verlaten. Terwijl op het terrein twee mensen op schokkende wijze zijn omgekomen, waarschijnlijk bruut vermoord, beroept de instelling zich op het medisch beroepsgeheim. Het lijkt een starre opstelling, maar de kliniek stelt dat er zwaarwegende principes in het geding zijn die de vertrouwensband tussen patiënt en behandelaar raken. En dat mag nergens voor wijken, zelfs niet voor moord. Ook niet alle personeelsleden van de kliniek zijn even spraakzaam. De recherche heeft de indruk dat sommigen niet eens iets durven te zeggen, omdat zij zich door de directie onder druk voelen gezet. Er zit dus niets anders op dan de patiënten zelf maar aan te spreken. Dat lukt aardig,
Het Parnassia-terrein is immers openbaar. Maar de patiënten vervolgens aan de tand voelen is moeilijk. De meeste hebben ernstige stoornissen en zijn daardoor lastig te verhoren. En hun betrouwbaarheid is niet in te schatten. Wel ontdekt de recherche dat zich op het terrein vreemde zaken afspelen. Zo floreert in en rond het activiteitencentrum een bloeiende handel in drugs en pillen. Kalmeringsmiddelen en antipsychotica gaan hier stiekem van hand tot hand. Van de opbrengst worden harddrugs aangeschaft. Er wordt gebruikt, gedronken, gebloot en gedeeld op het terrein. Het roept de sfeer op van een locatie waar alles kan en waar niemand echt verantwoordelijk is. De stroeve opstelling van de Parnassia-directie is een enorme domper voor het fruitteam. Dat er nu een hele kluif aan heeft om in kaart te brengen wie er op het terrein zijn geweest op de avond dat Mark en Maya er om het leven kwamen. Maar de politie noteert ook een onverwachte meevaller. Als er zich een patiënt meldt die uit zichzelf iets kwijt wil over die bewuste avond. Het is Marco uit Delft, de zoon van Tineke Verhagen. De vrouw die een maand voor de dood van Mark en Maya ook dood werd aangetroffen in een sloot. Marco, die dus uit eigen beweging zijn verhaal kon doen, vertelt dat hij op 6 december tussen 8 en half 9 toevallig op het Parnassia-terrein rondliep, omdat hij daar die avond een bespreking had. Dat is vlak voordat het lichaam van Maya werd gevonden. Zijn ondervraagster wordt er niet echt wijs uit, want de schizofrene Marco maakt een angstige, kinderlijke indruk en is slecht te volgen. Met pijn en moeite wordt duidelijk dat hij tijdens zijn wandeling stemmen hoort bij het activiteitencentrum en dat hij daar ook een blanke man met een capuchon ziet. De agenten heeft niet de indruk dat dit onsamenhangende verhaal van belang is voor het onderzoek. Maar het valt er wel op dat Marco steeds over zijn moeder begint. Haar onverwachte dood zit hem blijkbaar nog erg hoog. Naar aanleiding van het getuigenverhoor haalt het team, dat nu voor het eerst op de verdrinkingsdood van Tineke Verhagen wordt geattendeerd, het flinterdunne dossiertje over haar suïcide uit de archieven. Een formaliteit, zeg maar wel een met grote gevolgen. Want als de rechercheurs de stukken tegen het licht houden, zien ze direct dat de conclusie zelfmoord destijds wel wat snel en lichtvaardig tot stand is gekomen. Betrokken getuigen zijn niet gehoord en er is nauwelijks technisch onderzoek gedaan. En in een oud procesverbaal vinden ze foto's van slechte kwaliteit die de zoon van Tineke, begrafenisondernemer Erik Verhagen, heeft genomen toen hij zijn moeder opbaarde. Het was hem opgevallen dat zijn moeder blauwe plekken op haar gezicht had en wondjes op haar handen. Erik vertrouwde het niet en heeft daarom de verdachte plekken gefotografeerd en aan de politie overhandigd. Het belletje dat toen niet is gaan rinkelen, gaat nu wel af. Want als het fruitteam alle stukken nu wel intensief bestudeert, valt er meteen iets op. Tineke Verhagen is verdronken in een ondiepe sloot van slechts een halve meter diep. Nou, niet de meest logische locatie om zelfmoord te plegen. Meest opvallend, op haar onderbenen zitten grote, onverklaarbare blauwe plekken, zo blijkt uit andere foto's die ook in het dossiertje zitten en die door de schouwarts waren gemaakt. En daar slaat de recherche meteen op aan, want Mark de Vries, ook verdronken in ondiep water, heeft soortgelijke plekken. Er bekruipt de recherche een onheilspellend gevoel. Blauwe plekken, ondiepe sloten en een link met Parnassia. Zouden beide zaken wellicht nog meer met elkaar gemeen hebben? Dit vermoeden is reden voor het fruitteam om de dood van Tineke Verhagen, die eerst zo haastig was afgedaan als een zelfmoord, nog eens goed onder de loep te nemen. Na grondige inspectie van de sloot waarin Tineke is verdronken, komt de recherche tot een opmerkelijke conclusie. De blauwe plekken op haar onderbenen zijn waarschijnlijk ontstaan omdat zij in aanraking is gekomen met de walkant. Blijkbaar heeft ze geprobeerd uit het water te klimmen. Een actie die niet logisch lijkt als je jezelf met opzet wil verdrinken. Alle omstandigheden in acht nemend, zou het ook kunnen zijn dat Tineke is teruggeduwd door iemand anders.
zo redeneert de politie. Moord of doodslag dus, en helemaal geen suïcide. Op zoek naar meer informatie gaat de recherche opnieuw in gesprek met haar zoon Marco Verhagen. Hij wordt niet als verdachte gezien, maar is wel een belangrijke getuige, omdat hij zijn moeder voor het laatst levend heeft gezien op het terrein van Parnassia. Het gesprek vindt plaats in een studio die speciaal is uitgerust voor het horen van kinderen en verstandelijk gehandicapten. Echt soepeltjes verloopt het niet. Er wordt een aantal keren gestopt omdat het Marco te veel wordt. Zijn verhaal is erg onsamenhangend. De herinneringen zijn warrig en Marco mist hele stukken. Hij weet nog wel dat hij een soort van black-out heeft gehad en dat zijn moeder ineens weg was. Als de recherche vervolgens het personeel van de inrichting hoort, komen ze tot de volgende reconstructie die een aantal gaten in Marco's verhaal invult. Op 2 november 2007 arriveren moeder en zoon Verhagen rond 2 uur op het terrein van de psychiatrische inrichting Parnassia, waar Marco later die middag om 16:30 een afspraak heeft met zijn vaste behandelaar. Om de tijd te doden drinken ze samen koffie in het activiteitencentrum. De man met het camouflagejack die aanschuift is Tony, een bekende van Marco en ook patiënt. Hij heeft een borderline-stoornis en is drugsverslaafd. Het valt een van de medewerksters op dat Marco behoorlijk de weg kwijt is. Hij ruikt naar poep en maakt een verwarde en psychotische indruk. Met z'n drieën verlaten ze even later het gebouw en lopen ze richting het centrum voor dubbele problematiek, waar Marco later die middag zijn afspraak heeft met zijn behandelaar. Blijkbaar is er onderweg hommeles ontstaan, want als Marco en Tony zich daar melden, is er ruzie. Tineke staat op dat moment bij de ingang. Verontwaardigd roept Tony dat hij Marco af komt leveren omdat deze zijn moeder net heeft geslagen. Maar daar heeft het personeel geen boodschap aan. Bovendien is Marco veel te vroeg voor zijn consult. De twee worden weer weggestuurd. Wat er daarna gebeurt, is een groot raadsel. De eerste die Marco na het opstootje weer ziet, is een receptioniste die rookpauze houdt. Met paniek in zijn ogen en het zweet op zijn voorhoofd rent hij van hot naar her, als een klein kind, roepend om zijn moeder. Het is een hartverscheurend tafereel. Marco is dus bij zijn moeder als ze verdwijnt. En hij zou haar bovendien hebben geslagen. Heeft hij dan iets met haar dood te maken? Daar staat echter weer tegenover dat hij juist degene is geweest die als eerste alarm slaat als Tineke verdwijnt. En ook helemaal in paniek is. Maar helemaal uitsluiten kan de recherche hem ook niet. Omdat niet zeker is of hij die middag het Parnassia-terrein is afgeweest. Er is nog iemand die wellicht klaarheid in de zaak kan brengen, en dat is Tony. Hij was immers ook in gezelschap van Tineke vlak voordat ze verdween. Wat weet hij? Met grote stelligheid meldt Tony dat hij na het voorval bij de receptie met Marco en Tineke naar een tramhalte is gelopen, net buiten het Parnassia-terrein, omdat moeder en zoon met het openbaar vervoer naar huis wilden gaan. Een verklaring waar de recherche door de psychische problematiek van Tony niet op kan vertrouwen. Daarbij kan geen enkele tramchauffeur of getuige zijn verhaal bevestigen. Hoort Tony dan misschien zelf in het verdachte bankje thuis? Ook dat blijft gissen. Er is behalve het onbevestigde afscheid waarmee hij komt niets dat hem aan de zaak linkt. Hier ligt het gebouw op het Parnassia-terrein waar Tineke Verhagen voor het laatst levend is gezien. 3 dagen later wordt haar lichaam gevonden, bijna 3 kilometer verderop. In een slootje in recreatiegebied De Puinduinen. Staat het voor jullie vast dat er geen sprake is van een ongeluk of zelfmoord, maar een misdrijf?
Ja, want de plek waar ze gevonden is een ondiepe sloot. En het lijkt me onlogisch dat als je zelfmoord wil plegen, dat je dat in een sloot gaat liggen en zo aan je einde wil komen. Ik denk dat er genoeg andere manieren zijn waarop je dat beter kan doen. En de afstand van Panassia naar de plek waar ze gevonden is, zou ze nooit in hebben kunnen lopen omdat ze slecht haar been was. Misdrijf of suïcide? Voor de familie is het duidelijk. Officieel staat die vraag nog altijd open. De getuigenverklaringen leiden tot een dood spoor, maar de recherche heeft nog een ijzer in het vuur. De foto's die waren gemaakt door de zoon van Tineke, begrafenisondernemer Erik. Ze zijn weliswaar slecht van kwaliteit, maar worden toch naar het NFI gestuurd voor letselbeoordeling. Iets wat de politie destijds had nagelaten. De forensische experts kunnen slechts over enkele foto's van Erik iets zeggen. Een kleine oppervlakkige huidverkleuring op de pink van Tineke is veroorzaakt door een geringe geweldsvorm, maar welke is niet duidelijk. Een plek bij haar linkeroog is ontstaan door vallen of stoten, of door slaan met een hoekig of puntig voorwerp. De blauwe plekken op haar onderbenen, die waren gefotografeerd door de schouwarts en ook aan het NFI worden voorgelegd, zijn ontstaan door slaan met een hard voorwerp of door stoten of vallen. Ja, dat zijn weinig opzienbarende conclusies waarmee je eigenlijk alle kanten op kan. Ze passen zowel bij een moord als een zelfmoordscenario. Maar de zaak laten rusten, dat gaat de recherche te ver. Want 3 sterfgevallen binnen 1 maand, waarbij Panassia en ondiepe slootjes een hoofdrol spelen, dat tart de gemoedsrust. Om die reden wordt daarom overgegaan tot een ingrijpende stap. Het lichaam van Tineke Verhagen wordt opgegraven om alsnog sexy te verrichten. Pleegde Tineke Verhagen zelfmoord of is ze met harde hand aan haar einde gekomen? En is er een link tussen haar dood en die van Mark en Maya de Vries? Om die vraag te beantwoorden besluit het Openbaar Ministerie in Den Haag haar lichaam op te graven. Exhumatie, zoals dat in vaktermen heet. Zou onderzoek op haar lichaam een half jaar na haar overlijden nog uitsluitsel kunnen geven over de doodsoorzaak? Terwijl de recherche wacht op de sectieresultaten, krijgen ze een bericht dat alles helemaal op scherp zet. Was het al toevallig dat er 3 doden gelinkt worden met Panassia? Op deze dag komt er nog één bij. Op 18 april 2008 wordt op het Panassia-terrein het stoffelijk overschot van de bejaarde Lientje van Maastricht gevonden, die 6 dagen eerder verdween. Opnieuw een lijk in het water. Bovendien ligt de sloot, die grofweg 1,5 meter diep is, op steenworp afstand van de sloot waar 4 maanden eerder Mark en Maya waren gevonden. Lientje van Maastricht, 78 jaar oud, is woonachtig op de afdeling psychiatrie voor ouderen. Op de dag van haar verdwijning verlaat de slechtziende vrouw het terrein van Panassia. Ze loopt vanaf dit gebouw naar de tabakswinkel om de hoek om sigaretten te kopen. Dit nieuwe sterfgeval zorgt voor veel ophef onder het personeel en de bewoners van de inrichting. 4 doden in een sloot in nog geen 6 maanden tijd. Dat kan geen toeval zijn, zo klinkt het. Het fruitteam neemt het zekere voor het onzekere en geeft direct opdracht tot sectie. Volgens de patholoog is Lientje waarschijnlijk door een hartfalen, door verdrinking of door een combinatie daarvan om het leven gekomen. Er zijn geen sporen van geweld en Lientje had geen blauwe plekken op haar onderbenen zoals Mark en Tineke. Toch gaat de recherche uit van een link tussen alle zaken. Zo blijkt als de nabestaanden van Lientje bij de recherche worden ontboden. De recherche zei dat ze het overlijden van onze moeder nader wilde onderzoeken in verband met recente verdrinkingen op en rond het Panassia-terrein, aldus de nabestaanden. Wat de familie van Lientje dan niet weet, is dat de recherche op dat moment al enige weken iemand op de korrel heeft.
Het is 20 februari 2008. 2 maanden na de dood van Mark en Maya. 3 maanden na de dood van Tineke. Op bureau Loosduinen komt een telefoontje binnen dat niemand had verwacht. Parnassia had op grond van het medisch beroepsgeheim een muur van zwijgzaamheid opgeworpen. Dus de regisseur kijkt raar op als er ineens een psychiater uit de kliniek meldt. Hij heeft een interessante tip met betrekking tot de sterfgevallen. Die gaat over ene R, een 30-jarige patiënt van Parnassia zonder vaste woon- of verblijfplaats. Die naam doet bij de regisseur een belletje rinkelen, want deze man is toevallig net die ochtend op het bureau geweest voor verhoor, samen met zijn begeleidster. Hij kon zich toen niets belangrijks herinneren, zei hij. Maar de psychiater vertelt een ander verhaal. Hem is ter oren gekomen dat deze R op 6 december 2007... de fatale datum, boos bij zijn behandelaar is weggelopen met de mededeling dat hij iemand wilde gaan vermoorden. De psychiater weet dat R die ochtend is gehoord en het baart hem grote zorgen dat deze toen heeft gezwegen over de moordaankondiging. Helemaal omdat het personeel het wel degelijk serieus nam. De psychiater zit met de kwestie in zijn maag. Hij wil liever niet zijn medisch beroepsgeheim schenden, maar zwijgen over wat hij weet, nu er misschien wel een moordenaar rondloopt, gaat hem toch te ver. Daarom stemt hij in met een ontmoeting op het politiebureau. Daar meldt hij een dag later dat R weliswaar niet zijn patiënt was, maar dat hij wel weet dat deze op 6 december aan het einde van de middag of aan het begin van de avond is weggelopen uit de inrichting. Dat is rond het moment dat Mark en Maya daar ook waren. Hebben hun wegen elkaar gekruist, met alle gevolgen van dien? En er is meer, want deze R had tijdens zijn verhoor die ochtend wel gemeld dat hij degene is die op 6 december onverwachts opdook op de plaats delict, waar hij 2 agenten de stuipen op het lijf joeg. Na maanden van onderzoek heeft de recherche voor het eerst iets in handen dat lijkt op een concreet spoor. Is dit de man die ze zoeken, of niet? Inzage in zijn patiëntendossier lijkt dé manier om daarachter te komen. De stukken kunnen in potentie een schat aan informatie opleveren. Bijvoorbeeld over zijn exacte psychische problematiek, maar ook over de vraag waarom het personeel van de inrichting zijn moordaankondiging nou zo serieus nam. Maar weer komt de recherche tegenover de directie van Parnassia te staan, die zich op formele gronden tegen medewerking blijft verzetten. En dus rest het Openbaar Ministerie en het Fruitteam, die inmiddels ook de dood van Lientje van Maastricht in onderzoek hebben, nog maar één ding: een gang naar de rechter. De zaaksofficier kaart de zaak aan bij de rechtercommissaris. Die geeft toestemming tot inzage en laat beslag leggen op enkele stukken uit het patiëntendossier van R. Maar Parnassia tekent direct bezwaar aan tegen deze beslissing. Met succes, want in hoger beroep wordt bepaald dat de inrichting zich terecht beroept op het medisch beroepsgeheim. En dus blijft het patiëntendossier van R, dat even open leek te gaan, toch nog gesloten. Deze gang van zaken heeft bij de nabestaanden tot veel onbegrip geleid. Jullie hebben in februari vorig jaar een gesprek gehad met de geneesheer-directeur van Parnassia. Heeft dat nou geleid tot meer begrip over hun opstelling? Eigenlijk niet. We hadden gedacht dat de geneesheer-directeur zich gesteld voelde voor een duivels dilemma. Aan de ene kant het patiëntenbelang en aan de andere kant het maatschappelijk belang, de politieopsporingsbelang en het nabestaande belang. Maar het blijkt dat zij zonder zich maar één moment te verdiepen in het patiëntendossier zich heeft verscholen achter het beroepsgeheim. Wat vond u ervan dat Parnassia in beroep is gegaan tegen de beslissing van de rechtercommissaris, terwijl ze eigenlijk op dat moment een vrijbrief hadden, een formele, officiële vrijbrief om mee te werken aan het onderzoek? Ja, wij vonden dat onbegrijpelijk. Wij hadden gedacht, ideaal, nu kun je meewerken. En dan het roept ook bij ons wel vragen op als familie van, heeft Parnassia iets te verbergen? Je zou denken blij, dat ze blij waren om mee te kunnen werken, maar ze tekenden hoger beroep aan. En wij vroegen ook aan ze, vindt u het nou niet
eng dat u mogelijk een patiënt heeft die mogelijk moorden pleegt en die woont op uw terrein. En toen zei ze heel geruststellend, nou, die woont hier niet meer. En ik ben heel erg verbolgen over het feit dat ze tegen ons gezegd heeft van, als ik morgen te horen krijg dat er een patiënt van plan is een moord te beramen, dan nog zou dat voor haar geen enkele reden zijn om het medisch beroepsgeheim te schenden. Wat vindt u van zo'n opstelling? Is dat buiten alle werkelijkheid? Ik denk niet dat het beroepsgeheim daarvoor dient. Dat denk ik. Dus dat is buiten alle realiteit. Dat het beroepsgeheim zwaarder weegt dan het oplossen van een zaak waarbij 4 doden zijn te betreuren, is ook voor de recherche een bittere pil. Op zoek naar bevestiging voor de vermoedens komt het team, nu het patiëntendossier van R gesloten blijft, niet ver. Zo levert het tappen van zijn telefoon niets op en zwijgt het personeel verder in alle toonaarden. Tot overmaat van ramp levert ook de ijver in de zaak van Tineke Verhagen niets op. Op haar lichaam, dat was opgegraven voor sectie, worden geen sporen van geweld gevonden. Alle vermoedens ten spijt. Was het dan toch zelfmoord of een ongeluk? En omdat ook in het geval van Lientje van Maastricht niets wijst op een misdrijf, worden de zaken van het lijstje geschrapt. Was het dan toch allemaal toeval? De zaak gaat uit als een nachtkaars als de recherche ook het vastgelopen onderzoek naar de dood van Mark en Maya staakt. Een beslissing die leidt tot veel commotie. Want wat denk je zelf dat er die avond is gebeurd? Nou, goed, toen ik het hoorde, dus toen ik erachter kwam wat er was gebeurd, in ieder geval dat ik wist dat Mark en Maya niet meer leefden, is het eerste wat bij mij opkwam, is dat Mark met zijn moeder daar liep. Mark die loopt altijd wat sneller. Dus ik loop ook altijd snel, hij loopt ook altijd snel. Maar hij liep vaak wat voor zijn moeder uit als ze samen ergens waren. Ik ga ervan uit dat hij gewoon alvast richting het gebouw liep waar ze naartoe moesten. Dat uiteindelijk zijn moeder is aangevallen en iets is aangedaan. Dat Mark dat heeft gezien. Dat hij is teruggerend om zijn moeder te beschermen. En dat hij daar in gevecht is geraakt met die persoon. Wij als familie denken dat Maya en Mark vermoord zijn. We hebben van de politie gehoord dat Mark zo zwaar gewond was. Zijn wervel was gebroken, zijn borstbeen was gebroken. Hij heeft zware verwondingen aan het hoofd gehad. Wij hebben van de politie gehoord, dit kan niet anders dan door moord gebeurd zijn. Ja, wij denken toch dat er een misdrijf is gepleegd. Want zelfmoord is voor ons uitgesloten. Maar wat zou dan het motief geweest kunnen zijn? Nou ja, de plek waar ze zich toen bevond, waar ze vermist is geraakt, daar lopen denk ik genoeg mensen rond die misschien kwade bedoelingen hebben. Dus ja, daar gaat onze gedachte toch wel een beetje naar uit. Wat vind jij nu dat er zou moeten gebeuren? Nou, ik vind sowieso, daar heb ik het ook veel met vrienden van Mark over. Voor ons, Mark gaat niet meer terugkomen en wij blijven hem sowieso gewoon enorm missen. En dat kan nergens meer goed gemaakt worden. Maar het enige wat volgens mij nog mogelijk is, is dat je gewoon voorkomt dat dit nog een keer anderen overkomt. En daarom vind ik dat Parnassia gewoon haar rol serieus zou moeten nemen en moet zorgen dat er en voldoende beveiligingsmaatregelen daar genomen worden en in dit geval in ieder geval voldoende medewerking moet geven aan de politie, zodat ze hun onderzoek gewoon normaal kunnen uitvoeren. Want als Parnassia de boeken zou openen, dan denk je dat de zaak wel zou worden opgelost? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, stel dat het niet een patiënt is geweest van Parnassia, dan kan dat in ieder geval uitgesloten worden. En dat is ook wat waard. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar ik verwacht wel dat het een patiënt is bij Parnassia die op dit moment meerdere moorden op zijn geweten heeft. Maar ik kan dat niet vaststellen nu. Ja, en zo blijft het Parnassia-mysterie dus nog steeds onopgehelderd.
Kan de zaak worden opgelost als het zwijgen achter de muren van de inrichting wordt doorbroken? Of ligt de oplossing elders en heeft de politie misschien iets over het hoofd gezien? Er zijn nog veel vragen die openstaan. Wie was bijvoorbeeld de man die door het water waadde? Wat werd er in de sloot gerold en door wie? En van wie was de gil afkomstig? En wat is de rol van patiënt R? Of valt er helemaal niet zoveel op te lossen? En was de recherche misschien zelf een beetje paranoïde? En hebben ze dingen willen zien die er helemaal niet waren? Is het misschien toch Mark zelf geweest? Opgejaagd door waanideeën die zijn moeder heeft gedood en in het water heeft gerold. En vervolgens in een psychose ergens vanaf is gesprongen en zichzelf ernstig heeft verwond. Zonder dat de politie heeft kunnen achterhalen hoe dit is gebeurd. Ik praat daar nog even over door met Wouter Bos, officier van justitie in Den Haag. Dag meneer Bos. Ja. Laten we meteen maar met het laatste beginnen. Bent u er nou werkelijk van overtuigd dat Maya en Mark zijn vermoord? Of houdt u ook nog rekening met een scenario dat Maya door Mark is vermoord en dat hij zelf op een of andere manier een einde aan zijn leven heeft gemaakt? Moord is wel het meest waarschijnlijke scenario, moord door een derde. Maar we kunnen niet uitsluiten dat inderdaad bijvoorbeeld Mark eerst zijn moeder om het leven heeft gebracht en daarna zelfmoord heeft gepleegd. Maar het zou u verbazen als het zo was? Als je kijkt naar de, bijvoorbeeld de letsels en allerlei andere sporen, zou dat ons inderdaad wel verbazen. Ja, goed. Dan wil ik het even met u hebben over die man op de fiets die zag dat er een persoon door het water waadde. Ik heb in mijn leven heel veel gekke dingen al meegemaakt, maar hier was ik werkelijk door verbijsterd. Een medewerker die langs fietst, dan een man in de sloot ziet waden, terwijl het donker is en ijskoud, en dan gewoon doorfietst. Heeft u het ooit zo zout meegemaakt? Ja, laat ik het zo zeggen. Wij delen uw verbazing. Ja, want het is natuurlijk ook belangrijk. Want als deze man wel was gestopt en had gezegd van hé, wat is er aan de hand, kan ik helpen en wie bent u? Dan hadden wij hier misschien helemaal niet gezeten. Dan was de zaak waarschijnlijk opgelost. Dit is moeilijk te zeggen, maar het is heel goed mogelijk dat dat nou, in ieder geval had geleid tot de identificatie van degene die daar door de sloot aan het waden was. Misschien was het Mark, misschien was het wel de derde dader. En zou het wellicht zelfs tot een aanhouding hebben kunnen leiden. Of misschien zouden de misdrijven helemaal niet zijn gepleegd. Exact. Bovendien had hij natuurlijk veel beter kunnen zeggen om wie het ging. En dat brengt mij meteen ook op de volgende vraag. Waarom heeft u deze man, de man op de fiets, nou eigenlijk nooit een foto van Mark voorgehouden, bijvoorbeeld, om te zeggen van was dit hem? Ja, dat heeft een tactische reden. Waar het om gaat is dat hij een hele belangrijke getuige is. Mogelijk heeft hij de dader gezien. Mm-hmm. En je wil die getuige dan later kunnen confronteren met een, ja, zoals dat heet, een meervoudige fotoconfrontatie, in de hoop dat hij de dader eruit pikt. En als je hem dan al eerder een bepaalde foto laat zien, ja, dan ben je hem aan het beïnvloeden en dat mag niet. Maar er had toch ook een meervoudige confrontatie kunnen plaatsvinden met de foto van Mark erin? Ja, dat had inderdaad gekund, maar dat zou hem opnieuw onbruikbaar hebben gemaakt voor een volgende een meervoudige fotoconfrontatie met een eventuele derde verdachte. En dat is het scenario waar we toch het meest rekening mee houden. Maar nu weten we dus nooit eigenlijk of die man misschien toch wel Mark heeft gezien. Ja, dat is inderdaad de consequentie van de gemaakte keus. Ja. Goed, laten we even een sprongetje maken. Wat is de recherche nou precies over die patiënt R te weten gekomen? En waarom is die niet wat vaker gehoord? Want dat verhaal van die psychiater die zijn beroepsgeheim schendt, ja, dat klinkt toch heel verdacht. Ja, hij is één keer als getuige gehoord. Dat heeft uiteindelijk niet veel opgeleverd. Een nader verhoor is dan pas echt zinvol aan de hand van een goed verhoorplan. En waarbij je iemand ook met ja, concrete en goede bewijzen kan confronteren. Nou, daarvoor wilden we eerst de beschikking hebben over die medische gegevens. Ja, die hebben we nooit gekregen. En ook langs andere weg hebben we geen harde bewijzen gekregen. Ja, en dat maakt dat verhoor niet meer heeft plaatsgevonden. Nee. En het verhaal van die psychiater die zegt van nou ja, hij ging naar buiten en riep ik ga iemand vermoorden. Dat is daar niet sterk genoeg voor. Want dat klinkt toch wel in samenhang met alle feiten verontrustend. Dat is uiteraard verontrustend. Van belang is
dat hij ook op de glijdende schaal zat van iemand met de status van een gewone getuige en de status van een verdachte. En in dat stadium wil je voorzichtig zijn en wil je eigenlijk eerst meer zeker zijn van je zaak voordat je iemand aan een nader verhoor onderwerpt. Maar ja, wat niet is, kan wellicht nog komen. Nou, wie weet, na vanavond. Hoe schadelijk is het nou geweest voor het onderzoek dat u die patiëntendossiers niet kon inzien? Heeft u dat opgebroken? Ja, laat duidelijk zijn dat het in ieder geval de nodige vertraging voor de zaak heeft veroorzaakt. Of het uiteindelijk de waarheidsvinding echt in de weg heeft gestaan, dat weten we niet. Juist omdat we de inhoud van die dossiers natuurlijk niet kennen. Ja. Een van de nabestaanden hebben we in de reportage horen zeggen van, ja, kijk eens, hier is het beroepsgeheim natuurlijk helemaal niet voor bedoeld. Dat moet toch wijken als er sprake is van moord. Bent u het daarmee eens? Ik kan me heel goed voorstellen dat de nabestaanden er zo over denken. En als politie en justitie zouden wij natuurlijk ook heel graag inzage hebben gekregen in die dossiers. De rechtercommissaris heeft ons die inzage ook gegund. Uiteindelijk is Parnassia daartegen in beroep gegaan. En de rechtbank heeft Parnassia in het gelijk gesteld. Ja, en daar hebben wij ons dan gewoon mee neer te leggen. Maar wel frustrerend, toch? Vanuit opsporingsoogpunt voor ons een gemiste kans. Maar ja, het verschoningsrecht is ook een spelregel waarmee we te maken hebben. Ja. Wat nu? Zit er nog een beloning op de zaak? De hoofdofficier van justitie in Den Haag heeft een beloning uitgeloofd voor €20.000 voor de gouden tip. En ja, we hopen dat deze uitzending bijdraagt aan nieuwe informatie en misschien wel die gouden tip. Gaat de zaak nog opgelost worden? Dat is moeilijk te zeggen, maar wij doen er in ieder geval alles aan. Ja, wij ook, dus dat is heel wat bij elkaar. Ja. Bedankt voor uw komst naar de studio. Dank u wel. Ja. De directie van Parnassia die heeft ook gereageerd. In een brief aan mij stelt directeur Van Hummel dat men zich wel degelijk voor een heel moeilijk dilemma geplaatst zag, maar dat de directie na overleg met en op advies van de brancheorganisaties geoordeeld heeft dat dit probleem aan de rechter moest worden voorgelegd en dat het de rechter is geweest die heeft geoordeeld dat het beroepsgeheim niet geschonden mocht worden. Ook niet in deze moordzaak. En Parnassia benadrukt dat men verder alles zal doen om mee te werken aan een oplossing. En over die oplossing gesproken, u heeft het gehoord zojuist, er staat een beloning van €20.000 op die oplossing, op de gouden tip in de zaak van Mark en Maya. En die tip kunt u nu kwijt bij de politie Haaglanden. De recherche zit voor u klaar. U kunt bellen op nummer 070 424 6602. Ik herhaal nog een keer. 070-424-6602. En als u in de zaak van Tineke Verhagen en Lientje van Maastricht aanvullende informatie heeft, hoort de recherche dat natuurlijk ook graag. En u weet wat ik in dit soort situaties altijd zeg. U heeft nooit een alibi om te zwijgen als u iets weet. Hoe gering ook. Dit mysterie moet worden opgehelderd. Dus bel nu. Ik ben benieuwd. Laten we hopen dat de recherche morgen weer met de zaak aan het werk kan op basis van uw tips. U kunt alles over deze zaken nog eens nalezen op onze website www.peterrdevries.nl. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Volgende week zondag zijn we er weer met een bijzonder moorddossier. Een zaak die al 16 jaar schreeuwt om een oplossing. De tussentijd kunt u mij volgen via Twitter en kunt u morgenochtend daarop heet van de naald lezen hoeveel tips er zijn binnengekomen. Dat was het. Tot volgende week. Volgende week zondag bij Peter R. de Vries, misdaadverslaggever. Wie heeft dit op zijn geweten? Was het een man die verschillende getuigen hard zagen wegrennen? De extreem gewelddadige moord op Lidie Knap uit Amstelveen is al 16 jaar onopgelost. Alle schokkende feiten in een ultieme poging om de dader te vinden. Volgende week zondag om 9:30 bij SBS6 in Peter R. de Vries, misdaadverslaggever.